Ik heb wel een beetje verontwaardigd lopen doen over een paar grove grapjes, maar ik ken er zelf ook wat van. Ik ben bijvoorbeeld in de 60e jaren, heb ik iets gedaan. Nou, als ik dat ga vertellen, dan wordt het altijd doodstil in de zaal. Zal ik het vertellen? In de 60e jaren was ik 17 jaar, heb ik een meisje ontmaagd van 15 jaar. Zie je, het wordt doodstil. En er was niks aan de hand. Er was helemaal niks fout. Het was hartstikke lief. Een hartstikke leuke, gezellige meid was het ook. Die zei tegen mij nog, ik ben nog nooit zo lekker ontmaagd. Er was niks. Heel makkelijk wijven, hartstikke leuk. Ja, dat is gewoon... Maar dat is tegenwoordig, jongen. Als je 17 bent, heb je echt een probleem, toch? Hè? Denk je niet? Ik denk, nou ja, tegenwoordig als je 17 jaar bent en je hebt een meisje waarvan je twijfelt over de leeftijd. Nou, dan moet je toch aankijken tegenwoordig. Hè? Dus strafbaar. Hè? Dus dan moet je zeggen, kan je je legitimeren? Even, als je het niet zeker bent, paspoort te laten zien. Hè? En als ze dan te jong blijkt te zijn, net als met vissen, weet je, dan moet je ze teruggooien. Dat is gewoon niet leuk hoor. Hè? Nou ja, toen ik 17 was, kwam ik achter een heel belangrijk ding. Dat je geen indruk maakte op meiden met dat soort draakachtige, poëtische, diepromantische gedichten. Vrouwen willen lachen. Girls wanna have fun. Leuk, dat vinden ze geinig, vrouwen. Hè? Dus ben ik destijds overgeschakeld op leuke liedjes. Ik kon bijvoorbeeld toen een vriendinnetje, die heette Marijke, die kon ik niet krijgen. Die heette later Christine. En daar heb ik een leuk liedje voor geschreven. Dat zal ik even a cappella doen. Nou, dat gaat zo. Het heet De Deur. Nou, dag deur op de kamer van Christine. Die alles op de kamer van Christine kan zien. Wat heb jij een mazzeldeur, wat heb jij een geluk. Christine pakt je elke dag wel 10 keer bij je kruk. Oh, nou, hoe vindt het weer niet leuk hoor? Jongen. En Harry, wat vond ze ervan, Harry? Ik weet niet, ik heb er nooit meer gezien. Verbaast me niks.